Nick, zondag is de finale van de Mol. Wie is de Mol? Lennart. En waarom? Vanaf moment 1 heb ik altijd gezegd, Lennart is de mol. Omdat Kempen is de Kempen. En dat heb ik ook, denk ik, in Blind Getrouwd wel laten zien. Ik zeg alles wat ik denk. En dat was de grootste angst van mijn moeder toen ik zei, ik heb je mee met Blind Getrouwd. Omdat hij zoiets had van, oh nee, je gaat weer dingen zeggen. En dat is juist de sterkte van een mol. De Lennart, dat lijkt gewoon een flapuit, iemand die is zoals hem is. En daarom maakt hem zich je net verdacht bij mij. Ja, de Die is... eerlijkheid van de Kempenaars, hè. Ja, dus ik denk dat dat een goede zet is van de makers. Moest een Kempenaar de mol zijn, want je komt... Je zou die niet verdenken en net daarom vind ik hem net... Ik ga even van mijn wijntje drinken buiten beeld. Het was in beeld. Ja, ik zeg het. Maar dat is helemaal niet erg, hè. Nick, je bent geen alcoholicus, hè. Wees ge Daar ben Nee, ik van nee, nee, nee. overtuigd. Stel dat het Lennart niet is. Welk gevoel ga je dan zondag hebben? Nee, ik kan mijn nederlaag altijd toegeven in alles. Ik heb nooit spijt van dingen die ik zeg of doe. Ik heb eerder spijt van dingen die ik niet zeg of doe. Dus, en zeker als dat een spel is, ik ben wel heel moeilijk met het verliezen in bordspelletjes, gezelschapsspelletjes, dat wel. Maar zo'n dingen, nee, dan vind ik het juist heel interessant dat het mij niet gelukt is om de mol te kunnen ontmaskeren. Ja, ik vind het ook een prachtig programma, dat zit gewoon super ineen, dus Ja, wie jammer dat ze weet. zoals in Nederland nooit een BV-versie maken. Ja, eigenlijk wel. Dat zou nog... Maar ja, die mensen kennen elkaar ook misschien te goed. Of de andere mensen kennen die ook te goed. Dat is misschien soms iets te gevaarlijk. Ik weet het niet. Als het in Nederland kan ieder jaar, waarom kan het hier dan niet? Ja, al lang, hè. Dat Ja. is al 10 of 15 jaar. Ja, belachelijk, ja. Maar ik denk dat ze in België het niet te veel willen doen. Om het net zo speciaal te houden. Misschien.